Thomas Oudekotte, het komt niet vaak voor, maar je scoort er 2. Je had er misschien zelfs 3 kunnen maken, maar wat was je belangrijk vandaag? Ja, 2 goals voor het eerst en niet alleen de goals. Ik vind dat ik gewoon wel een goede wedstrijd heb gespeeld. En 2 keer achterkomen, 3 keer voorgekomen, dus we weten het om te draaien. Vlak voor de rust van de verlenging maak jij de 3-2 en dan moet je er ook gelijk geblesseerd vanaf. Wist je al voor dat je die 3-2 maakte, ik ga eruit? Nou, ik heb niet heel veel ritme, dus als ik dan de verlenging moest, dan wist ik al dat, dat het lastig zou worden. Dus ja, mijn benen waren op. Het is hetzelfde scenario als vorig jaar, hè? Toen was het tegen NEC ook in de eerste ronde van de beker. Toen werd het ook 2-2. Alleen was het toen dat jullie 2-0 voorstonden en het weggaven, maar toen was het ook 2-2 na 90 minuten. Toen wonnen zij in de verlenging. En nu, hadden jullie zoiets, deze pakken wij? Sorry? Nu hadden jullie zoiets, deze pakken wij, wat er ook gebeurt? Ja, weet je, we beginnen best wel vaak niet zo goed. En als we dan zeg maar achterkomen en de emotie komt erbij en we moeten zeg maar met z'n allen hard werken, dan zien we toch dat we best wel een goede ploeg kunnen zijn. Alleen het is nu dat we zeg maar dat het liefst vanaf minuut 1 gaan doen. Hoe is het voor jou om dan toch weer ineens in de basis te moeten? Want er wordt een beetje geschipperd met jou, hè? Dan weer wel, dan weer niet. Meer niet dan wel. Ja, het is natuurlijk niet optimaal, maar je moet prof zijn, dus je moet gewoon weer omgaan. En als de trainer mij opstelt, zal ik er gewoon altijd zijn. En dat betaalt zich vandaag uit in een goede wedstrijd. En nu heb je je visitekaartje afgegeven. Ja, komend weekend speel je sowieso wel, omdat Sander Fischer geschorst is. En vanaf nu, jouw optiek, erin blijven? Ja, dat zou ik altijd zeggen. Ja. Ik vind gewoon dat ik hoort te spelen, dus dat is mijn mening. Nu ben je opgeleid in Arnhem bij Vitesse. Doet het jou nog extra wat om uitgerekend tegen aartsrivaal NEC 2 te maken? Niet echt. Dat was toen. Ik speel nu voor Excelsior en zo'n beladen, dat is niet echt zoals nu. Jullie laten ook voor het eerst zien dat jullie echt van een sterke tegenstander kunnen winnen. Hè? Ik bedoel, eigenlijk alle wedstrijden tegen sterke tegenstanders gingen tot nu toe wel verloren. Juist tegen de kleintjes werden gewonnen, maar NEC kunnen we toch wel inschalen als een goede ploeg de laatste weken. Geeft dat extra veel vertrouwen richting de Graafschap, wat ook een topper wordt komend weekend? Ja, natuurlijk. Aankomende vrijdag is gewoon een hele belangrijke wedstrijd. Dus dat wij nu winnen, dat is gewoon heerlijk om mee te nemen naar vrijdag. Maar nu? Want vrijdag alweer een wedstrijd. Geen zorgen met die blessure? Nee, morgen en overmorgen rustig gaan doen en dan vrijdag gewoon weer knallen.